Hallo, gepassioneerde Feyenoord Rotterdam fans. Ik heb geweldig nieuws met jullie te delen over onze geliefde club. Maar eerst wil ik jullie allemaal uitnodigen om je aan te melden om uit de eerste hand alle informatie en nieuws te ontvangen van Feyenoord, de club van ons hart. Ik garandeer je dat je geen enkel detail van deze spannende reis met Feyenoord wilt missen. Schrijf je dus nu in en blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt bij onze glorieuze club. Laten we beginnen met de contractverlenging van onze getalenteerde verdediger Kilinski Hartman. We zijn achter de schermen druk bezig met het verlengen van zijn contract, dat momenteel nog tot medio 2025 loopt. Hartman schitterde afgelopen seizoen als speler van het nationale team van Arneslot en we willen hem langer houden. Hij tekende tijdens het competitie seizoen al een contractverlenging tot medio 2025 als linksback. Nu hebben we een voorstel om hem nog twee jaar aan Feyenoord te binden. Afgelopen seizoen nam Hartman deel aan 33 officiële wedstrijden, scoorde 2 doelpunten en gaf vier assists. De huidige marktwaarde wordt geschat op een ongelooflijke 10 miljoen euro. Hij is een speler die een belangrijk onderdeel is geweest van het succes van het team en we hopen dat hij langer bij ons blijft. Ander nieuws is Sebastian Simaski, die de afgelopen dagen in verband is gebracht met een mogelijke definitieve overstap naar de Turkse superlig, Fenerbahçe en Galatasaray toonden concrete interesse om onze aanvallende middenvelder over te nemen. Vorige week werd hij gezien in Istanbul, zoals gerapporteerd door Jacob Sinar op Twitter. Simaski heeft de wens uitgesproken een definitieve transfer te maken, maar vanwege de hoge prijs die Dynamo Moskou vraagt, lijkt zijn overstap naar Feyenoord ondanks een in juli 2022 gesloten de persoonlijke deal geen haalbare kaart meer. Lening tussen Dynamo Moskou en Feyenoord veranderde deze situatie niet. Maar de onderhandelingen en interesse gaan door en deze keer hebben we Joshua Brennet in het vizier. De rechtsback wekte in deze zomerwindow, evenals vorig jaar, concrete interesse van Feyenoord. In een interview met Football International sprak Brennet over recente transferperikelen. Terwijl reguliere media suggereerden dat de interesse van Feyenoord deze zomer nooit concreet was, verduidelijkte Brennet dat de gesprekken normaal plaatsvinden. Net als vorig seizoen liet de club weten dat ze het graag willen. Brennet neemt echter de tijd om de beste beslissing te nemen, aangezien er andere opties beschikbaar zijn. Volgens hem moet alles kloppen, volgens een soort piramide waarin de beste optie bovenaan blijft staan. Dus fans, blijf op de hoogte voor meer updates over Hartmans contractverlenging, Simaskies gesprekken en de mogelijke ondertekening van Brennet. Feyenoord werkt hard aan de opbouw van een sterke en competitieve selectie voor komend seizoen. Laten we onze club steunen en hopen dat we een succesvol seizoen tegemoet gaan.